Theo's, een zakelijke overwinning, kunnen we dat zeggen? Ja, ik denk het wel. Ik denk niet dat we een heel goede wedstrijd hebben gezien van onze kant. Kijk, vooraf, als je de loting ziet uit IJsselmeervogels, en dat proefde ik ook een beetje in mijn omgeving, in de voetbalwereld. Ik had toevallig vanochtend Van der Brom nog aan de lijn. En die zei, wat moet jullie eigenlijk heen? Toen zei ik, ja, uit IJsselmeervogels. Ik zei, bij het NAC thuis, ik zou niet zeker weten waar ik voor zou kiezen. En ja, dat is ook zo. IJsselmeervogels is toch de top van het amateurvoetbal. Afgelopen jaar gewoon meer landskampioen geworden. Dan moet je hierheen op kunstgras. Dan weet je dat het niet makkelijk kan worden. Nou, en uiteindelijk, als je dan de wedstrijd helemaal ziet, dan is het niet moeilijk geweest. Laat ik het zo zeggen. We zijn een paar fases in de wedstrijd geweest dat het moeilijk was. En zonder dat we echt een probleem kwamen. Alleen, de grootste problemen hebben we zelf veroorzaakt door niet heel snel te zorgen dat de wedstrijd gespeeld is. Joshua Lima kreeg al snel een blessure. Het zag er allemaal heel gevaarlijk uit. Hoe is het uiteindelijk afgelopen? Nou, ik denk dat hij een lichte hersenschudding heeft. Misschien nog wel minder. Hij heeft achter op het hoofd van iemand gekopt. Pas even buiten bewustzijn. Dus de dag daarna dat het wel weer ging. Maar goed, blijkt toch veel lessen eruit gehaald. En ik kan er geen zinnig woord over zeggen hoe dat eruit ziet voor het weekend. Deze wedstrijd, IJsselmeervogels valt eigenlijk heel erg tegen. Of kwam dat gewoon door jullie klasse? Ja, dat weet je nooit. Ik denk dat IJsselmeervogels nogmaals een van de beste ploegen van Nederland is in de topklasse. Veel ex-betaald voetbalervaring. Uiteindelijk denk ik dat dit een goede overwinning is van ons. En dat het onze verdienste is dat IJsselmeervogels niet veel heeft kunnen laten zien. Het was een hele lastige week, Cambuur, IJsselmeervogels, FC Den Bosch. Hier gaat het op schema. Ja, goed, als je vooraf had mogen tekenen, dan teken je voor dit scenario natuurlijk. Dat je tegen Den Bosch uit nog steeds de volle 9 punten kan halen in 3 wedstrijden. En daar zitten we nog voor in de race. Alleen dat zal ook weer een lastig kwijt worden. Den Bosch, die winnen ook 1-2 bij WKE. Begrijp ik. En goed, die zullen ook geen makkelijke wedstrijd gehad hebben. Dus daar ligt alles weer open. Dus zaken we morgen goed herstellen. Donderdag het puntje op de i zetten voor Den Bosch. En dan gaat het weer verder. Dankjewel.